Als laatste video in deze serie wil ik het ook hebben over de verbinding tussen de universele vlammen en tweelingvlammen. Net omdat tweelingvlammen ook universele vlammen zijn. Nu, over wat is een tweelingvlam en of dat jij zelf ook een tweelingvlam bent, dat zijn heel veel vragen die mensen mij stellen. En ik begrijp, op het internet is er zoveel te vinden over tweelingvlammen. Alleen niet alles wat je leest en ziet is correct. Dus daarom heb ik ook in het boek 96 vlammen een heel onderdeel gewijd aan het thema tweelingvlammen. Vooral ook omdat ik zelf een tweelingvlam ben. Dus heel veel informatie is gebaseerd op mijn eigen ervaring en op informatie die ik gechanneld heb. Nu, het belangrijkste voor deze video is dat je weet dat tweelingvlammen verbonden zijn met die vlammen en die stralen. Vandaar dat ze ook tweelingvlammen heten. En ook nog een andere reden natuurlijk. Maar de meeste tweelingvlammen incarneren ook via één of meerdere vlammen. Of zijn gekoppeld aan de vlammen, omdat ze die frequentie meer gaan gebruiken in de missie of in het werk dat ze hier gaan doen. Nu, het fenomeen tweelingvlammen bekijken vanuit 5D, dus vanuit de hoger bewustzijn, zal je ook helpen om de missie van tweelingvlammen helder te zien. Want tweelingvlammen brengen als eerste de vlammen en de straal terug naar de aarde, zodanig dat ze opnieuw voor elke ziel beschikbaar zijn. Dus ook voor degenen die geen tweelingvlammen zijn. En daarom bespreek ik in het boek 96 vlammen ook 7 vragen over tweelingvlammen. En het antwoord dat ik daarop geef, is ook altijd bekeken vanuit die hogere energie. Maar om je een idee te geven, de vragen die je terug kan vinden in het boek 96 vlammen zijn onder andere: geeft iedereen een tweelingvlam? Wat is het nut van scheiding bij tweelingvlammen? Waar komt de naam tweelingvlam uiteindelijk vandaan? Hoe weet ik wie mijn tweelingvlam is? Hebben tweelingvlammen fysieke gelijkenissen? Welk effect heeft innerlijk werk op de connectie en hoe kan ik mezelf ontdekken? Nu, zit je met één van die vragen, dan zou ik je zeker aanraden om het boek aan te schaffen mocht je dat nog niet gedaan hebben, want daar vind je die uitgebreide informatie terug. Net als ook in het e-book Tweelingvlammen Geheimen. Daar komen er nog veel meer andere vragen aan bod en die de dynamiek tussen tweelingvlammen eigenlijk een stuk had gaan uitleggen. Maar dus om je toch wel even op wacht te zetten, wil ik hier wel even kort op antwoorden. Nee, niet iedereen heeft een tweelingvlam. Iedere ziel heeft wel een tweelingziel, maar niet iedereen is ook als tweelingziel hier tegelijkertijd geïncarneerd. Dus ook dat is weer een ander stuk. Maar dus het is belangrijk om te begrijpen waarom dat tweelingzielen en tweelingvlammen zijn ontstaan, want beiden hebben een andere ontstaansreden, dus ze zijn met een andere reden ontstaan. Samengevat, de scheiding tussen tweelingvlammen is er om te leren over eenheid, om te leren te vertrouwen op de energetische verbinding die er altijd is, om te leren via telepathie te communiceren en om ballast uit te zuiveren en dus de healing te gaan bevorderen. Nu, toen ik mijn gidsen de eerste keer vroeg naar het verschil tussen tweelingzielen en tweelingvlammen, dan kreeg ik het beeld waarbij tweelingzielen als één ziel gesplitst werden in twee. En bij tweelingvlammen zag ik letterlijk twee vlammen met dezelfde kleur en dezelfde frequentie. Want energetische vlammen zijn niet enkel goud of geel, zoals ik daarnet ook gezegd heb. Ze bestaan ondertussen in verschillende kleurschakeringen en verschillende frequenties, zoveel als mogelijk. Tweelingvlammen hebben een identieke vlam. Dus als je tweelingvlammen enkel als energie zou zien, en dus niet in het fysieke lichaam, dan zou je dus twee identieke vlammen zien. Twee vlammen van dezelfde kleur, dezelfde trilling, dezelfde geluid, dezelfde eigenschappen. En daardoor ontstaat soms het idee dat dit twee helften van één ziel zijn, maar dat klopt niet, want beide zielen zijn heel en volledig op zichzelf. Nu, hoe weet ik wie dat mijn tweelingvlam is? Uit ervaring kan ik je zeggen dat je het wel zou weten of voelen. Daarom is de twijfel nog niet altijd weg. Maar tenslotte kan er niemand bevestigen wie jouw tweelingvlam is. Als je in een connectie bent met je tweelingvlam en jij doet het werk dat nodig is, dan zal het universum samenspannen en alle pionnen op het schaakbord verplaatsen om jou vooruit te helpen in jouw leven. En dat ga je dan ook weer spiegeld zien in het leven van je echte tweelingvlam. En dat is denk ik een van de belangrijkste fysieke bewijzen dat je kan hebben. Wanneer dat gaat over fysieke gelijkenissen, hebben tweelingvlammen niet altijd onmiddellijk de fysieke gelijkenissen. Dat is eigenlijk een soort ego-ding en een manier om dingen te kunnen bepalen, te kunnen beoordelen en te controleren. Wat je wel gaat merken, en misschien zelfs nog belangrijker is, is dat tweelingvlammen dezelfde energie uitstralen. Als tweelingvlam zelf gaat het iets moeilijker zijn om dat te zien bij jouw tweelingvlam,
Maar anderen gaan het wel sneller oppikken en gaan wel sneller de gelijkenis ervaren, vooral ook de gelijkenis voelen, dus dezelfde energie voelen. Welk effect heeft innerlijk werk op de connectie? Wel, het pad lopen van een tweelingziel of tweelingvlam is er eigenlijk één terug naar hetzelfde. Dus dat is hetzelfde. Terug naar jezelf, terug naar je oorspronkelijke essentie, je blauwdruk. En je tweelingziel of je tweelingvlam, dat is afhankelijk van wie dat er in je leven is, is op dat moment de diepste, zuiverste spiegel van je ziel. En dat betekent dat alles wat er gebeurt in je leven te verklaren is door de wet van trilling, de wet van resonantie. Dus door jezelf te healen, breng je immers eenheid in jezelf en hiermee dan ook in je connectie. Hoe kan je jezelf ontdekken? Wel, eigenlijk is dat heel eenvoudig en daar gaat deze volledige serie tenslotte over. Als jij bent op zoek bent naar een diepe zielsconnectie. En dus eigenlijk in eerste instantie een diepe zielsverbinding met jezelf. Laat je dan eerst en vooral ook ondersteunen of omringen door mensen en zielen die weten waar ze over spreken. Want zij weten uit ervaring wat je meemaakt, waar je doorheen gaat, waardoor dat je ook gemakkelijker die obstakels zal kunnen overwinnen. Want schaduwen zijn niet slecht. Het is slechts één facet van ons zijn en je hoeft er zeker niet bang voor te zijn. Het is de bedoeling dat we ze omarmen als een deel van onszelf, want dat maakt ons alleen maar sterker en dus meer in die heelheid. Laat ons meer in die heelheid komen. Het is mogelijk die moeilijke periode van zelfontdekking en uitzuivering te overbruggen. Dus ik heb het gedaan. Ik ben nog steeds verder op mijn pad aan het wandelen. Mijn tweelingvlam doet het. Heel veel anderen die met mij samenwerken, die in mijn omgeving zijn, zijn er ook mee bezig. Dus als wij het allemaal kunnen, dan kan jij het ook. Een connectie in onvoorwaardelijke liefde ervaren is heel krachtig. Het is heel uitdagend. Het brengt jou letterlijk op je blote knieën op de grond. Maar weet dat onvoorwaardelijke liefde ook echt alles heelt. Open jouw hart en zie dat die onvoorwaardelijke liefde al in jouw leven aanwezig is. Ook als jouw fysieke tweelingvlam of tweelingziel op dit moment nog niet in je leven is. Dus daarom ook nogmaals mijn betoog of mijn pleit of mijn, wat dan, hoe dat je het ook wil noemen. Gebruik die vlammen voor jouw healing en manifestatie. Zeker als jij jezelf herkent als een tweelingvlam. Dan is dat het meest krachtige dat je kan doen. Alles wat dat ik creëer is erop gericht om jouw groei en bewustwording te ondersteunen. Daarom channel ik ook regelmatig nieuwe informatie. Blijf ik zelf doorheen mijn eigen schaduw gaan, omdat dit mij ook helpt om erover te schrijven, om dingen uit te leggen, om voorbeelden te geven. En op die manier helpen we ook mee de collectieve stukken te gaan healen. Nu, een van de dingen die je moet voor ogen houden, is dat jij zelf de belangrijkste tool bent doorheen jouw essentie en bewustwording. En dus ook om liefde in je leven en in je overvloed te gaan manifesteren. En daarom schreef ik ook in het boek 96 Vlammen, hoe je met je energie van de vlammen kan werken om al die dingen te gaan doen. Pardon, dus om angst los te laten. Vandaar dat ik constant aan boeren ben. Dus maar door de energie te integreren, kan je zelf verder uitzuiveren en healen. En dat ga je ook behulpzaam zijn aan alles wat je nog gaat, zal doen en voor alles wat je wenst te manifesteren. Ten slotte brengt je lichtteam je mensen op je pad, zodat je zou leren over jezelf en over het leven. En het is net door te ervaren wat je nu leuk vindt, dat je helder gaat weten wat je wel wilt in het leven. Dus vanuit die wrijving en die weerstand worden immers de mooiste diamanten vormgegeven en het is niet voor niets dat eenheidsbewustzijn verbonden is met de diamantenvlam. Dus duw doorheen de 3D-weerstand dat je ervaart. Duw niet langer alles die met het fysieke materieel te maken heeft weg, maar omarm het. Ga de uitdaging aan en laat het jou tonen wat je nog te doen hebt. Het is door in die diepte te gaan dat je gaat zien waartoe je werkelijk in staat bent. Als je dan gaat terugkijken en je zegt van, oh my god, weet je nog waar ik stond vorig jaar? Weet je nog waar ik vorige week stond? Weet je nog waar ik gisteren doorheen ging? Dingen kunnen zo snel verschuiven. Dus... Net daarom heb je nog nooit over de vlammen gehoord en is dit allemaal het eerste waar je over hoort, dan zou ik zeggen, schaf gewoon mijn boek aan, 96 vlammen. Beluister de gratis transmissies die hier op YouTube beschikbaar zijn en ga door de ervaringen heen. Daag het universum en de universele vlammen uit om jou te tonen hoe krachtig dat ze zijn. En van daaruit... Als je dan eenmaal hebt ervaren hoe krachtig dat ze zijn en je voelt je daartoe geroepen om nog verder ermee aan de slag te gaan, dan nodig ik je uit in het programma Universele Wetten, ik zeg. Universele Vlammen. Omdat je daarin gedurende 9 weken telkens leert verder werken met een andere vlam. Op die manier ga je dan doorheen de 7 fasen van je eigen bewustwording, een stuk sneller. We werken niet alleen aan je healing natuurlijk, maar ook vooral aan je bewustzijnsverruiming.
Omdat je leert omgaan met die uitdaging op pad naar eenheid en je ontdekt hoe dat revolutie vanuit liefde verloopt. Maar je doet ondertussen aan dat innerlijke werk, aan die traumaheling en het verder uitzuiveren van je lichtlichamen doorheen de verschillende 7 hoofdvlammen. De andere vlammen komen ook aan bod. Er is bonus rond de 96 vlammen en zo verder en zo meer. Maar kortom, in het programma leer je echt verantwoordelijkheid nemen voor je eigen leven. Niet dat je dat nu nog niet doet, dat zeg ik niet. Maar je leert jezelf te healen met behulp van die universele vlammen. En dat is voor de meeste mensen nieuw. Spirituele groei hoeft niet lastig te zijn. En het hoeft al zeker niet lang te duren. Dus ook dat zijn allemaal overtuigingen die ons eigenlijk saboteren in het doormaken van die diepere transformatie. Nu, het voordeel van het programma is dat het volledig online is. Dus je kreeg na het betaling kreeg je toegang tot de leeromgeving en de lessen. Gaan ook automatisch open. En jij volgt de lessen wanneer je er klaar voor bent, wanneer je er tijd voor bent. Want ik merk dat mensen zijn die er in één keer doorheen gaan. Er zijn anderen die 2 vlammen volgen en die dan een stukje stagneren, een stukje vastlopen. En dat is allemaal oké, want iedereen heeft zijn eigen proces. Dus het is oké om sommige weken meer weerstand te voelen om met een vlam te werken. En andere weken ga je smullen van de energie van de vlam. En dat heeft ook te maken met de lessen die je hier kwam te leren. De lessen die je al gemeesterd hebt, dus je al geleerd hebt. En dan andere waar je nog wat meer vertrouwen in mag hebben. Dus vertrouw op jouw leiding. Durf je over te geven aan de flow van je eigen proces. Alles op je pad brengt je terug naar wat je hoort te zijn. En wat dat voor jou voorbestemd is, zal je ook nooit missen. Daarom dat ik jou uitnodig voor het programma. En dat ik niet zeg, je moet het programma volgen. Dat is de enige weg. Nee. Kies wat jij toe aangetrokken voelt. Voel jij resoneren met het programma mee. Dan weet je wanneer dat de tijd rijp is om dat te gaan volgen. Want samen veranderen we de wereld. En weet dat liefde de enige waarheid is van jouw ziel. Voilà, ik hoop dat je genoten hebt van deze series. Het is echt mijn betoog, of mijn bedoeling, om de universele vlammen wereldwijd bekend te maken. Niet voor het geld, zeker niet. Maar wel over de kracht ervan. En dat zodanig dat iedereen die kan gaan gebruiken. Want dat is de bedoeling waar dat die de collectieve ontwaking over gaat. Dat we allemaal weer in staat zijn om met die vlammen te werken. En dat de vlammen ook weer actiever en zichtbaarder op aarde aanwezig kunnen zijn. Zoals dat het in de vorige gouden beschaving ook was. Voilà, ik wens je alvast heel veel licht en liefde toe. En tot in de volgende. Dag!